Het nieuwe seizoen is uitgekomen en dat betekent een hele hoop nieuwe items en locaties. Maar dat betekent ook een hoop geheimen die nog niemand weet. Dus dit zijn alle nieuwe geheimen in seizoen 3. En check trouwens mijn nieuwe kanaal, link staat in de beschrijving, Paradox Reageert. Ik upload daar 3 keer per week, elke maandag, woensdag en vrijdag om 4 uur. We beginnen met geheim nummer 1. En zoals je kunt zien, als ik nu door het water ga lopen, dan loop je dus in het water. Juist. Maar de vraag is, kan je dus over water lopen met een Nitro Splash? Het antwoord is... Jop. Je kan dus gewoon over water heen lopen terwijl je een Nitro Splash hebt. Of je hebt dus een medal. Maar zou dat dan ook kunnen met een auto? En? Ja hoor. Wij kunnen gewoon over water heen rijden met een auto. I mean, dit is wel ziek. Natuurlijk, Nitro heeft gewoon een hele hoop voordelen. Maar krijg je geen fall damage als je dus het Nitro effect hebt? Ik vermoed van niet. Ik denk het eigenlijk wel, want waarom zou je dat niet hebben? Right? Oh! Je krijgt geen fall damage. Oh damn, hoor, dat is sick. Je krijgt dus geen fall damage wanneer je het nitro effect hebt. Maar wat nou als je dus geen nitro effect hebt, maar je popt dat nitro splash in de lucht. Dus kan je je fall damage breken met nitro splash? Het antwoord gaat zijn... Oh, dat kan. Oh my god. Yo, dat is sick. Skybase? We hebben trouwens ook een nieuw healing item in de game. Namelijk de Nuka Cola. En dit is eigenlijk een soort van slurp juice, maar dan een nieuwe versie ervan. Maar de vraag is, krijg je 100 shield van de Nuka Cola? Ja of de nee? Ten eerste, het duurt best wel lang om hem in te nemen. Maar als je hem inneemt, dan krijg je dus flink veel HP erbij. Ik denk niet dat je 100 gaat krijgen. Dat lijkt me heel raar. Dat lijkt me namelijk een soort van gouden slurp juice. 75. Oké, dus je krijgt niet 100 shield, maar 75 shield. Erg belangrijke informatie trouwens ook nog. Je krijgt ook 25 HP erbij. Of 20 HP als je de Nuka Cola inneemt. Dit zijn de nieuwe Nitro Fists. Oftewel, de bokshandschoenen. Maar zijn deze dingen nou daadwerkelijk zo goed? Ja, want dit zijn namelijk de nieuwe Kinetic Blades. Je kent ze eigenlijk nog wel. En je kan exact hetzelfde doen als dat je toen kon. En om even een voorbeeld te demonstreren, we zitten hier op een marker met 0 meter. Laten we kijken hoe ver we kunnen komen. 1, 2, 3 en 4. En als je nog slide ook. En eigenlijk, als je er zo klaar bent, heb je al nog eentje. Dus je kan meteen door. Maar we komen dan op 166 meter uit. Wat je trouwens ook heel veel ziet voorbij komen en wat ik eigenlijk wel wil testen, is kan je door muren heen met de Nitro Fists? Want als het goed is, zou dat dus in principe mogelijk moeten zijn. Dus dan kan je zo, maar dan... Oh, het kan dus wel, maar je moet wel echt de boost pakken. Maar kan je dan ook door een stenen muur heen? Het antwoord gaat zijn... Dan moet even wachten tot hij volledig geheeld is. En... Ja, zonder moeite, man. Zonder moeite. En natuurlijk kan je dan ook door een metalen muur heen. Het antwoord is... Ook zonder moeite, man. Dat zal echt nergens op. Maar het kan dus wel. Oké, de volgende is wel een klein beetje een bonus. Want eigenlijk weet iedereen het antwoord wel al. Maar toch gaan we hem even proberen. Als je er vanaf valt en je gebruikt de Nitro Fist, krijg je dan fall damage? Het antwoord gaat zijn... Of course. Nee. Natuurlijk, dat hadden we denk ik allemaal zien aankomen. Maar nee, het hoeft dus niet. Jullie kennen dat wel, de Nitro Dome. Je hebt hier namelijk allemaal blades in het midden staan. En ik ben wel benieuwd, ga je hierdoor dood? Ik zou persoonlijk, als ik voornamelijk was, dit wel hebben gedaan. Dat lijkt me wel grappig. Maar het antwoord gaat zijn... Serieus? Serieus, ik krijg 5 damage per keer. Wow, dat is echt niks. Krijg je dan toevallig ook nog damage van deze blades? Ja, dan krijg je ook 5 damage. Bro, dit is echt niks, man. Er is dit seizoen nogal veel zand. En wat hoort er nou bij een zandbiome? Natuurlijk cactussen. Nou, je ziet het misschien al een klein beetje. Hij is blauw. Dus de vraag is, kan je jezelf healen met dit plantje? Nou, het antwoord is ja. Nou, is dat niet mijn enige vraag. Als wij nu dit plantje aanraken en hij explodeert, krijgen we dan ook HP erbij bij onze auto? Het antwoord gaat zijn... Ja, echt gewoon 100 HP. Echt 100 HP erbij. Oké, maar dat is niet de enige manier om namelijk je auto te healen. Want je hebt namelijk ook dus nieuwe plateaus. En eigenlijk wil ik vragen, kan je jezelf healen met deze plateaus? Maar ik weet het antwoord al. Maar bij deze, ja, ik heb geen wielen meer. Dus als we hier oprijden, dan binnen een seconde. Hoppa.
Je krijgt volledige fuel terug en je auto wordt volledig geheeld. En kan je met deze nieuwe auto's je ook nog upgraden? Het antwoord is ja, want je hebt namelijk deze nieuwe boxes over het hele eiland staan. En als je deze pakt, dan krijg je dus upgrades op je auto. Maar je kan ook in plaats van de grenade launcher een machine turret erop doen en dan schiet je iedereen kapot. Dus ja, dat kan zeker. Iedereen weet natuurlijk wel dat Cramgate zit er nog in. De Underworld zit erin. De medals dus niet meer. Maar zijn dan nog wel de Goldchester überhaupt? Het antwoord is nee. Die zijn er niet. Nee, ik heb hier nog wel een leuke clip van iemand die dat wel dacht. Maar desondanks zit Severus er dus nog wel in. Maar de vraag is, kan je nog steeds de Mythic Gatekeeper shotgun krijgen? Nou, het antwoord is ja. Je kan hem hier challengen. En als je dat doet, dan begin je de challenge. En als je dan die challenge wint, dat wordt nog een dingetje trouwens. Maar oké. Okay. Let's go. Oké. Okay. Dan krijg je dus inderdaad de Mythic Gatekeeper shotgun. Maar is dat dan de enige Mythic die stiekem toch nog in de game zit? Absoluut niet, want we hebben namelijk hier bij Classy Courts namelijk nog een NPC staan. En dat is namelijk de enige... Oh, ik dacht dit wordt een surprise. De enige echte Oscar! En als we Oscar namelijk gaan challengen, dan zouden wij dus in principe de Auto Frenzy Mythic Shotgun moeten krijgen. Dus dat gaan we maar even doen. En het antwoord gaat zijn ja, want we krijgen de Mythic Shotgun. Vet veel mensen worden altijd de hele tijd lijp van dit is seizoen alleen maar auto's, auto's, auto's. Maar geloof me, de auto's zijn niet het probleem. Wat kan je deze auto's counteren? Nou ja, absoluut. Want we hebben namelijk hier de boombol. Zoals je ziet, deze auto heeft nu 1344 damage. En als we dan erop schieten, krijgt hij dus 222 damage. Nou, de ding is binnen een seconde stuk, oprecht. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de SUV's, die hebben wel iets meer HP. Maar daar geldt natuurlijk gewoon hetzelfde voor. Kan je auto's ook de lucht in laten vliegen? Ja, let maar op. Ik heb geen idee hoe ik dit gedaan heb. Maar ik gooide een bubbel en ja, hij vloog terug naar chapter 1. Ik weet niet hoe, maar het werkte. Dit is trouwens de nieuwe Combat Shotgun. En dit is de Combat Shotgun die iedereen denk ik al wel kent van vorige seizoenen. Maar dit keer is hij aangepast. Want ik heb gehoord dat als je dus deze shotgun schiet, dat het beeld gaat trillen. Nou wil ik wel even testen of dat echt zo is. Dan gaan we. 3, 2, 1... Oké, okay, het valt... Oké, okay, het valt mee. Maar je beeld... Oh. Oké, okay, als je staat is het wel erg, hoor. What the heck? Oké, okay, ja, je beeld trilt zeker weten wel. En zitten er dit seizoen natuurlijk ook weer medals heen? En de antwoord is ja, want je hebt hier namelijk weer bosses. En als je deze killt... En dan krijg je dus inderdaad een medal. Zelfs met een mythic wapen en een medal. Maar zoals je ziet, je hebt dus een ding of zo. Tenminste, het lijkt op een fold. Maar nee, je kan namelijk een mythic auto krijgen door een medal. Het slaat echt nergens op trouwens, maar oké. Okay. Je hebt hier namelijk een auto staan en deze auto is insane. In ieder geval, je kan dus met een medal inderdaad een mythic auto krijgen. Dan gaat die open en dan heb je dus toegang tot de auto. Maar stel je voor, je ziet deze in de game rijden en je hebt eigenlijk geen idee wat is nou het verschil tussen een auto en een mythic auto. Nou ja... Je kan ze ten eerste dus herkennen, want ze hebben namelijk allemaal een vlaggetje aan de achterkant. Dus als jij een Mythic auto wilt en je ziet hem ergens rijden, het is altijd zo'n geel vlaggetje. En heeft deze auto dan oneindig veel fuel en nitro en alles erop en eraan eigenlijk? Het antwoord is gewoon ja. Alles wat je kan bedenken op deze auto, ja. Gewoon ja. Hij heeft oneindig fuel, oneindig nitro. Wat betekent dus dat jij altijd maar gewoon dit kan doen. Het hele potje lang. Zit er dan nog meer geheimen op zo'n auto? Absoluut. Moet je opletten. Als jij namelijk een wapen hebt. In dit geval de Mythic. Maar als je schiet... Hij schiet redelijk snel, right? Wat nou als je als passenger seat zit en je gaat schieten? Moet je opletten. Je schiet... 1,5 keer zo snel. Maat. En niet alleen dat. Weet je, stel je voor, je schiet per ongeluk op je auto, hè? Stel je voor, je zit passenger seat, je schiet per ongeluk op de auto, dat kan. Ah, dammit, min 750, maar 800 HP. Geen probleem. Ik ga gewoon rijden, want deze auto's kunnen zichzelf healen. Deze auto's healen zichzelf volledig. Gewoon tot de max. Het enige wat je nodig hebt, is tijd. En wat nou als je code Powders gebruikt in de autoshop? Krijg je dan extra veel luck en haal je je eerste win? Ja. Ik bedoel, toen ik code Paulus ging gebruiken in de Apple Shop, toen heb ik gewoon back-to-back-to-back gehaald in rank mode.
I mean, meer wil je niet. En wat nou als je geen auto hebt? Dan ten eerste, noob. Maar ten tweede, er is een andere manier om snel te kunnen moven. Je hebt namelijk de Flowberry Vis en dit grote teleporter booster-achtig iets. Het enige wat jij moet doen, is even één keer vissen. En moet je opletten. En gaan we die maar aan. Kijk. Oh, dit is insane, hè? Kijk dan. Ik zie die, dat booster zie ik bijna niet eens meer. Maar de volgende vraag is, kan je met een Mythic Auto de Vault in? even kijken of dat kan. Dat kan ik zeker weten. En wat het leuke hiervan is dat je ook kan switchen. En kan gewoon schieten. Oh ja, en als extraatje. Natuurlijk, je hebt deze auto en je kan dus krijgen met de medal. Maar dit is bij elke zo. Dus bij de Nitro Dome kan je eentje unlocken. En je kan bij Brutal Beachhead eentje unlocken. Maar af en toe zijn er ook twee, namelijk deze en af en toe dus die ik net gekilled heb, die rijden rond in de map. Just so you know, ze zijn niet altijd op één plek. Maar wat nou als je loot island aan het capturen bent? Krijg je dan dit keer wel weer speciale dingen? Natuurlijk, we kregen vorige chapter, kregen wij natuurlijk allemaal speciale dingen uit loot island. Maar gaat dat dit keer ook zo zijn? Het antwoord is... En... Nou... Zeker, we krijgen namelijk een Mythic Handcannon. En is er iets veranderd aan de modbench? Het antwoord is ja. Want je hebt namelijk nu een heel andere menuutje. Voor de rest is het trouwens dus allemaal hetzelfde. Dezelfde scopes, dezelfde magazines, dezelfde underbarrels, dezelfde barrels. Dus het is hetzelfde, maar het ziet er anders uit. Eerst slurp water terug in het nieuwe seizoen. Het antwoord is ja, want je hebt hier namelijk nieuw water. En dit is dus slurp water. En dan krijg je dus shield erbij. Het duurt wel eeuwig, maar je krijgt er wel shield bij. Dus het is beter dan niks. Dit is trouwens niet overal zo, maar vooral in de nieuwe sand biome. Als je heel lichtblauw water ziet, dan is het dus slurpwater. En deze nieuwe vlammenwerpers, zijn dit de nieuwe launchpads? Het antwoord gaat zijn... Ja. Wel echt Alex best fresh, want je krijgt 5 damage. En die gaat niet eens hoog. Maar het zijn launchpads. En als jij snel wilt levelen... Kan je dat dan in mijn maps doen? Zeker weten. Want je kan namelijk best wel veel XP krijgen door mijn maps te spelen. Een van mijn maps, het enige wat je hoeft te doen, is bij het zoekbalkje Paradoes in te tikken. En je vindt al mijn maps. Dit waren alle geheimen van seizoen 3. Dank voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao.